Zo, we gaan wat verse makreel gaan we roken. Daarbij gaan we wat paprika roken. En wat tijm, rozemarijn, knoflook, olijfolie. En doen we op hout van oude wijnvaten. Dat mooi de smaak geeft een beetje van de wijn. We hebben daar een mooi rekje voor. Het rekje kan gebruikt worden voor een mooi stuk vlees, een côte de bœuf of een côte de veau of een ribeye op te leggen. We kunnen ook mooi gebruiken om de vis op te leggen om te roken en daaronder doen we dan mooi de groentes. We doen de groenten gewoon met schillen al, even gewassen. Verse kruiden erop. Olijfolie. Het rekje zetten we erbij. Makreel maken we heel even schoon. Binnenkant even mooi op smaak brengen met peper en zout. Ik had olijfolie eroverheen. Lekker royaal op smaak brengen, want het vel halen we straks eraf. Dan kan de smaak mooi doortrekken in de vis. Dit hout hoeven we niet te weken. Temperatuur op 200 graden staan en we temperen hem gelijk. We brengen hem helemaal terug, die langzaam naar ongeveer 130, 140 graden komt. Zo, we hebben mooi de makreel gerookt met de paprika net. En de paprika hebben we nog heel eventjes op een plateautje met wat mooie trostomaatjes even op het vlees gezet. Dit plateautje kunnen we ook gebruiken om een mooie vis op te leggen, maar ook mooi die tomaatjes, vallen ze niet door het rooster heen, kunnen we mooi even meebakken. Ik zal de makreel even schoonmaken. Het is heel lekker om de makreel zeg maar een beetje te combineren met vlees. Dan krijg je eigenlijk de beetje eigenwijze vitello tonato. Het velletje halen we eraf. Gooi hem niet weg. Ik heb een bakje met een gesmolten boter staan. Pak er even bij. De boter op het laatste moment eventjes mee laten roken. Dit laten we lekker even trekken. In het ei. Plateau. Je kan er ook een hele vis op leggen, hele tarbot, hele griet, hele schol, makreeltjes, kleine sardientjes, maar ook de groentes natuurlijk. Zo.
Nou, we hebben hier een mooie rek voor braadstukken. Mooi groot stuk vlees. Ik heb een kallesribeye even opgebonden. Vervolgens in het ei gedaan. Op 130, 140 graden. 60 minuutjes. Langzaam geroosterd. En af en toe even omdraaien. Nou, je ziet het. Geen druppel vocht verloren. Mooi goudgeel. Dan gaan we zo aansnijden. We doen daar de makreelboter overheen. Met de gepofte, gerookte paprika en de tomaatjes. Temperatuurmeter in het vlees stoppen, 5 à 66 graden. Dus de perfecte kerntemperatuur voor rosé kallesvlees. Kreel erbij, rode paprika, smolten boter eroverheen. Kraantje zout. Hij is smakelijk.